Daily Minutes nummer 1469 met een uitzending voor vandaag, 14 november 2018, dus de dorten van woensdag. Ja, ik doe nog even kalm aan, gezondheid gaat wel steeds beter, maar de griep is nog niet helemaal vertrokken helaas. Vandaag deel 11 over geheime elektronica, dat is een wat korte deel. En in de uitzending waar dat korte deel in zat, zat ook een deel van de serie Micronaties over het fenomeen Niemandsland. Ik vind dat wel leuk om dat vandaag ook uit te zenden, dus dat heb ik erachteraan laten zitten en zend ik ook uit. Let op, vanavond geen Slow Scan Radio, die is verhuisd naar zaterdag 1400 uur lokale tijd. Vandaag deel 11 uit de serie over geheime elektronica. We hebben tot nu toe tot en met de vierde generatie behandeld. Wat de eerste generatie was, die vierde generatie met elektronische distributie van de codeersleutel door het hele systeem. De vijfde en huidige generatie is een netwerkgecentreerd systeem. Communicatie in de huidige tijd is steeds meer gebaseerd op de basis van computernetwerken. Versleuteling is slechts één enkel aspect van de bescherming van gevoelige informatie op dergelijke systemen en niet eens het meest uitdagende aspect. In de situatie van de VS zal de rol van de NSA steeds meer eentje zijn om begeleiding te bieden aan commerciële bedrijven die systemen voor overheidsgebruik ontwerpen. Zogenaamde HIPAA-oplossingen zijn voorbeelden van dit type product. HIPAA staat voor High Assurance Internet Protocol Encryptor. En dat zijn encryptienetwerken met een hoge graad aan zekerheid. Andere agentschappen in de VS, met name het hier niet zo bekende NIST, hebben de rol van ondersteunende beveiliging voor commerciële en gevoelige, maar niet geclassificeerde toepassingen al op zich genomen. Certificering door NSA van het niet geclassificeerde door NIST geselecteerde AES-algoritme voor geclassificeerd gebruik in door NSA goedgekeurde systemen suggereert dat NSA in de toekomst meer niet geclassificeerde algoritmen kan gebruiken. De hypersystemen KG245A en KG250 gebruiken zowel geclassificeerde als niet geclassificeerde algoritmen. Het NSA Informatiezekerheidsdirectoraat leidt het moderniseringsprogramma op het terrein van cryptografie van het ministerie van Defensie. Een poging om de information assurance mogelijkheden voor de 21ste eeuw te transformeren en te moderniseren. NSA heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van verschillende belangrijke normen voor veilige communicatie. De Future Narrowband Digital Terminal, FNBDT, voor spraakcommunicatie. En daarnaast High Assurance Internet Protocol Interoperability Encryption, de HIPAA dus, voor computernetwerken en zogenaamde SUIT-B versleutelingsalgoritmen. Het bekende AES, dat met de variant AES-256 tegenwoordig vaak als huidige norm wordt beschouwd, ook voor het gebruik door computers thuis, is onderdeel van deze SUIT-B versleutelingsalgoritme. Ik vul het aan met een hoofdstuk uit mijn project over micronaties dat ik wel eens eerder in een uitzending gebruikt heb. Het gaat over het interessante fenomeen Niemandsland. Ja, Niemandsland, bestaat dat eigenlijk wel? In filosofische zin is een gebied waar nooit iemand komt of waar niemand het bezit van claimt natuurlijk niemandsland. Dat klopt soevereiniteitshalve, gevoelsmatig ook weer niet helemaal, want op Antarctica komen op grote delen van het continent nooit mensen. Maar ondanks internationale afspraken zijn daar toch diverse, zowel letterlijk als figuurlijk bevroren claims. Volgens het Antarctica-verdrag zijn die claims namelijk tot nader order opgeschort, waardoor er daar toch sprake is van niemandsland. Onbewoonde eilanden, ook op grote afstand, kunnen echter tot een land behoren en zijn dan geen niemandsland. Het begrip niemandsland wordt eigenlijk voor twee verschillende begrippen gebruikt. Het ene is het enigszins beladen begrip van het gebied tussen twee frontlinies. Met name bij de loopgraven in de Eerste Wereldoorlog roept dit trieste associaties op. Het gebied na de paspoortcontrole op vliegvelden is ook een vorm van niemandsland. De term niemandsland stamt in het Engels al van net na 1300... Het ging erbij vooral over land waarvan het eigendom door meerdere eigenaren werd bestreden. Een heel duidelijk voorbeeld van niemandsland bestaat tussen de Amerikaanse marinebasis Guantanamo Bay en de rest van Cuba. Het is een band van 13 kilometer breed aan de Cubaanse zijde langs de gehele 28 kilometer lange grens die door een hekwerk gevormd wordt van de Amerikaanse basis, dat door Cuba vanaf 1961 vol is geplant met dichte cactusbegroeiing. In een daad van opmerkelijke eensgezindheid hebben de VS en Cuba het gebied daarop voorzien van zo'n 55.000 landmijnen, waarmee het op één na grootste mijnenveld van de wereld een feit was. President Clinton liet in 1996 de mijnen weer verwijderen overigens. Het gebied wordt sinds de Koude Oorlog ook wel aangeduid met cactusgordijn als tegenhanger van het ijzeren gordijn dat tussen Oost- en West-Europa bestond.
Op dezelfde manier als bij Guantanamo Bay was het gebied rond de Berlijnse muur en andere delen van de grens tussen Oost en West destijds niemandsland. Het niemandsland bevond zich gewoonlijk aan de Oost-Europese zijde, omdat daar het belang van afscheiding bestond, om te voorkomen dat burgers naar het Vrije Westen zouden weten te vluchten. Bij de Berlijnse muur was het doorgaans een relatief smalle strook land tussen de beide landen, met iets verderop, op DDR-grondgebied, een tweede muur waartussen vaak wachttorens stonden. Overigens stond de muur doorgaans op 1 of 2 meter afstand van de grens en op diverse plekken zaten er poortjes, zodat mensen ook aan die kant desnoods door de Oost-Duitse grenspolitie konden worden gearresteerd. De reden van het stukje niemandsland aan de West-Berlijnse kant was dat de arbeiders die de muur bouwden destijds niet op West-Berlijns grondgebied mochten komen. Veel West-Berlijners hadden de gewoonte om blikjes en ander afval over de muur te proberen te gooien, waarbij ze dus een klein risico liepen te worden gearresteerd. Een heel bijzonder stukje voormalig niemandsland bevindt zich verder in het Berlijnse stadsdistrict Tiergarten, de zogenaamde Lenné-draaiek, de Lenné-driehoek. De gevolgen van toen zijn ook in de tegenwoordige tijd nog te merken. Ondanks, toen ik dit schreef, waren er nog rellen rond dit gebiedje, waar nu vooral megadure kantoorgebouwen staan. Doordat de opdeling van Berlijn in sectoren volgens bestaande wijken ging, hoorde dit gebiedje ter grootte van bij benadering 3 tot 4 voetbalvelden tot de oostelijke sectoren en kwam dus later onder jurisdictie van de DDR. Bij de bouw van de muur werd het deel echter overgeslagen, omdat bij een opstand in 1953 het laatste gebouw dat er na de oorlog nog overeind stond en in gebruik was, in brand was gestoken en daardoor verwoest. Het gebiedje nabij de Brandenburger Tor werd vervolgens vlak gemaakt. Met de bouw van de muur werd een simpel hekwerk aangebracht. Dit hek werd door West-Berlijners op verschillende plekken vernield en zo ontstonden er verschillende platgetreden paden door het gebiedje als afsnijding van routes binnen het West-Berlijnse gebied. Al die tijd gold er de Oost-Duitse wetgeving en was het gebied ook taboe voor de West-Duitse politie en andere overheidsdiensten. In 1988, anderhalf jaar voor de val van de muur, vond de gebiedsruil plaats waar de Lenné-draaiek ook onder viel. Het West-Berlijnse stadsbestuur wilde er een belangrijke verbindingsweg op aanleggen. Op 31 mei van het jaar werd het verdrag voor de gebiedsruil getekend dat vervolgens op 1 juli zou ingaan. Op 26 mei werd het terrein door zogenaamde linksalternatieven uit West-Berlijn bezet en werd er een tentendorp opgezet. Het doel was om de overheid ertoe te bewegen om in de voorgaande jaren ontstane ongerepte natuur op het stukje land te beschermen en te behouden. De Duitse politie stond machteloos. Betreden van het gebied op dat moment zou een diplomatiek incident betekenen en misschien het hele verdrag op losse schroeven plaatsen. En het was tegelijk ook niet meer in het belang van de Oost-Duitsers om tegen het tentendorp op te treden. Gelijk 's ochtends op de eerste dag dat de West-Berlijnse politie er mocht komen, werd vervolgens het tentenkamp door honderden politieagenten geruimd. Niemandsland kan ook een gebied of stuk land zijn waar twee staten het niet over eens worden. Zo wist men in 1843 niet te besluiten of een bepaald heel klein stukje land tot Baarle-Nassau, wat Nederlands is, behoorde, of tot Baarle-Hertog, wat in België ligt. In 1995, dus heel veel later, werd dit terrein aan België toegewezen, waarbij het enclave nummer 22 werd van de Belgische gemeente Baarle-Hertog, die gedeeltelijk binnen Nederland ligt. Het perceel van 0,2632 hectare groot had voor 1995 ook echt de naam Niemandsland. Terra nullius, wat inderdaad Niemandsland betekent, is een term die oorspronkelijk uit het Romeinse recht afkomstig is. De term heeft een kwade geur doordat het in de 16e en 17e eeuw in Europa in juridische zin stond voor niet ontwikkeld land. Bouwde je er naar Europees voorbeeld steden op of cultiveerde je het als landbouwgebied, dan was het land ontwikkeld en geen niemandsland. Wanneer je op het land leefde, zoals de in die tijd als primitief beschouwde oorspronkelijke volkeren in Amerika, Afrika, Azië en Oceanië deden, dan was het land niet in ontwikkeling gebracht en mocht degene die het plan had het te ontwikkelen volgens wet dit grondgebied in zijn bezit nemen. En tenslotte is er nog het begrip condominium. Een condominium is als soevereiniteit een territorium dat door twee of meer machten, dus bijvoorbeeld door twee landen, wordt gedeeld. Het is een heel zeldzaam verschijnsel, alleen al omdat het snel tot conflicten en oorlogen leidt. De meeste voorbeelden van hooguit een dozijn wereldwijd zijn hier in de regio te vinden. Het Bodemmeer, de Bodensee, wordt bijvoorbeeld als territorium beschouwd van zowel Zwitserland, Duitsland als Oostenrijk. Heel bijzonder is ook het Fazanteneiland in de rivier Bidassoa, die ligt tussen Spanje en Frankrijk. Het eiland is sinds 1649 een condominium van die beide landen. De ene 6 maanden valt het onder de Spaanse wetgeving en de volgende 6 maanden onder de Franse. Op het eiland hebben diverse historisch belangrijke gebeurtenissen plaatsgevonden, onder andere het sluiten van het Verdrag van de Pyreneeën. Hoewel het een flinke mate van autonomie had, was neutraal Moris Net, dat tot aan de Eerste Wereldoorlog onder het Nederlandse Vaals lag, ook een condominium van de Nederlanden, later België, en van Pruisen. Psst,
I must inform you that this bulletin handles a scientific hobby and that it is made by a journalist. Nowadays, this is all very suspicious. It's just that you know. En dan volgt tenslotte nog een mededeling van onze sponsoren. Sponsor of the day number one today, bulkammo.com. When I need ammo and I want it in bulk, I go to bulkammo.com. Why? Because the name says what you're going to get. Ammo in bulk at great prices with lightning fast shipping. How fast is their shipping? It's almost like this. I've placed my order, I go on about my day, and I hear, gee, who's that? It's the postman with my ammo. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl. En microfoon naar retour.